Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit de plek waar we dan ook maar mogen zijn. Ik zit in Amsterdam Oost, Stekel zit in Amsterdam Noord. De gast is Midas Quant. Midas, waar zit jij? Ik zit in Palo Alto, in Californië. Oh, in Californië. Want dat is weer het voordeel van die videoconf. Normaal zeggen wij altijd, de gast moet gewoon naar de studio komen. Maar nu hebben we de mogelijkheid om de gasten uit de verre gebieden in de uitzending te trekken. Leuk dat je er bent. Ja, hey, super leuk. Je bij ons was. Toen was je 15. Toen was ik 15 inderdaad. Dat is een tijdje geleden. Toen was ik wel naar de studio gekomen. Dus we hebben volgens mij een mooie balans. Ja. Ja, dus dat was. Toen was je 15. Toen maakte je zelf apps. Ik weet ook nog. Stond ook nog in het artikeltje wat mensen kunnen terugzien in de uitzending op de Fast Moving Target site. Je was bij de koningin geweest in die tijd. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar we maken eerst even een grote sprong. Want we zagen je pas in de krant opduiken in het Financieel Dagblad. Dat jij met een nieuwe start-up, een nieuw initiatief wat je hebt, een miljoen hebt opgehaald. En dat miljoen is altijd, dat bedrag is altijd belangrijk, hè, voor de krant. Dus dat is een goede krantenkop. Dus ik dacht, Midas is van 15, toen hij niks had, 22 miljonair. Geweldig. Nee, als het zo mooi zou zijn, dat zou geweldig zijn, maar dat is natuurlijk niet het geval. Maar inderdaad, ik was in juni afgestudeerd. En ben op een gegeven moment zag ik de AirPods voorbij komen, die ik nu toevallig niet in mijn oren heb zitten, omdat ze stuk zijn. Maar ik zag de AirPods voorbij komen en ik zag ze op de campus op Stanford, dat iedereen ze in had, maar niet per se op dezelfde manier dat mensen headphones normaal in hadden en gebruikten. Ik zag dat mensen er eentje in hadden de hele dag in en ook in de les, maar ook als ze met vrienden zaten. Dus ik zag een soort van ander gedrag rondom die headphones een beetje ontstaan. Tenminste in de kringen waar ik mee omging. En op een gegeven moment ook op Instagram. Met modellen die expres met een AirPods Instagrams posen. Omdat het een statement bijna is. Ik dacht van, er zit iets in die AirPods. En er zit iets in die headphones. Wat anders is nu. En wat is dat? Dus toen ben ik daar een beetje in gaan verdiepen. En gaan kijken van, wat is het met die AirPods? En waarom zijn ze zo interessant? En wat is het dat jongere mensen ze zo interessant vinden. En het zo'n statement is op dezelfde manier dat zag ik in Nederland dan, dat Stone Island een heel ding is onder jongeren. Zag ik eigenlijk dat hetzelfde soort gedrag ook met AirPods ontstond. Dus toen ben ik een beetje gaan hacken met het tap-systeem. En te kijken van, als je iets wil maken voor AirPods, dan moet je een soort interface of protocol hebben waar je op kan bouwen. En dat was er niet. Dat is er eigenlijk ook niet echt. Dus ik dacht, oké, misschien kan ik met dat tap-systeem iets ontwikkelen. Het was eigenlijk best wel gesloten, maar door dat proces kwam voice en audio eigenlijk een beetje top of mind voor mij. En realiseerde ik me van, damn, misschien zit er iets in spraakmemo's, zoals je dat op WhatsApp gebeurt. Omdat dat nu eigenlijk best wel een soort van second, third class-achtige functie is. En niet erg centraal staat, dat eigenlijk wel heel mooi is. En misschien met AirPods en headphones een kans kan krijgen om verder ontwikkeld te worden. Dus dat is eigenlijk dat was eigenlijk een beetje de pitch in het kort, waar ik het geld mee opgehaald had. Ja, eerste vraag van mij, Midas. Je zegt het zelf al. Ik heb een dochter van 18, die zit de hele dag via WhatsApp spraakberichten te delen met haar vriendinnen. Ja. Dus het gebeurt in grote getalen. Het is echt iets nieuws. Want wij doen dat niet, Erwin, wees eerlijk. Ik niet. Nee, ik ook niet. Maar wat kun jij dan toevoegen aan de ervaring die WhatsApp nu al biedt? Ja. Wat er echt een nieuwe app rechtvaardigt of een nieuw platform? Ja, nee, 100%. Ik bedoel, ik denk dat het een beetje. En dat is natuurlijk, want dat is de grote vraag van het project en ook het grote geheim tegelijkertijd. Maar ik denk dat met dit soort dingen die al bestaan en waar mensen makkelijk van kunnen zeggen, hey, ik kan dit al doen, zit het hem in kleine verbeteringen. Zoals als ik een parallel maak naar, bij wijze van spreken, Snapchat. Weet je, toen Snapchat net ontstond, toen kon je al, dat was in de tijd 2011, 2012, toen kon je al foto's naar elkaar sturen. Heen en terug. Weet je, waarom zou ik Snapchat gewoon, ik kan een foto sturen. En zo simpel is het. Ik kan het WhatsAppen en de volgende persoon die kan het lezen of die kan kan de foto bekijken. Maar er zaten kleine dingen rondom dat gedrag en het gedrag rondom foto's sturen, wat Snapchat zag als een potentiële kans. Namelijk
de momenten die je nooit zou gebruiken, of de momenten waar je nooit een foto van zou maken om te sturen, namelijk je ligt op de bank tv te kijken en er gebeurt eigenlijk niet zoveel in je leven. Dat zijn de momenten waar Snapchat misschien de kans heeft om foto's te sturen en een nieuw gedrag te introduceren door een bepaalde constraint in het product te bouwen, namelijk de disappearing images. Nou, en op diezelfde manier denk ik dat er ook in voice bepaald gedrag is wat nu gebeurt in WhatsApp, namelijk hey, ik stond op het hockeyveld, dit en dit gebeurde, ik zag deze jongen, hij keek zo naar me en dit gebeurde. Of ik was uit in Amsterdam, ik was naar de kroeg en dit gebeurde. Een soort van grotere updates. Maar ik denk dat spraak zo krachtig is dat er ook ander gedrag is voor spraak. Of dat nou kleinere updates zijn, klooien, mini-podcasten, wat het ook is. Dat is eigenlijk een beetje wat ik nu probeer uit te vogelen. Oké, maar ga je dan op die grens zitten van podcasten, casual, audio aan elkaar sturen? Want ja. Ik snap dat daar nog een vacuüm zit. Weet je, dat is een hele strikte grens. Hè? Tussen of je maakt een serieuze audio iets en dan is het een podcast. Of het is heel erg casual. Maar weet je, eigenlijk de vraag is, ligt even tipje van de sluier op waar... Ja, mijn doel is eigenlijk dat ik zag in Europa dat mensen WhatsApp voice memo's sowieso al gebruiken. Dus ik dacht, oké, dat is een goede markt om te testen. Want als ik iets kan maken waar die mensen voor zouden WhatsApp verlaten en naar mij toe gaan, of op zijn minst mijn platform ook zouden gebruiken, dan is dat een goed teken en dan kan ik het in andere markten introduceren. Nou, het probleem met bijvoorbeeld Amerika is dat hier groepschats nooit hebben kunnen ontstaan, waardoor spraakberichten ook nooit echt tot hun recht zijn gekomen. Waardoor dat nu ook niet in de instant messaging cultuur in Amerika zit. Want iedereen zit op iMessage. Wat niet echt goede groepfunctionaliteit heeft. Nou, dus toen dacht ik van oké, hier in Amerika, als ik het wil lanceren, is er eigenlijk een... Eigenlijk moet ik mensen ook leren hoe ze spraakmemo's kunnen gebruiken en hen comfortabel krijgen met het gebruik van spraakmemo's. Nou, hoe doe je dat? En dat is soort van het grote ding wat ik probeer te maken, is het zo makkelijk mogelijk maken voor wie dan ook om een leuk verhaal te vertellen. En de best storyteller eigenlijk. En hoe doe je dat dan? Dat is nog een beetje geheim. Dat kan ik nog niet veel zeggen. Nee, het is heel ingewikkeld. Ik weet het. Maar het zit hem in voor nu in de groepen en hoe je de groepen creëert. En wat je met elkaars audio kan doen, om het zo maar te zeggen. En dat is een beetje de twist die ik probeer aan te geven. Maar heb je met dat overtuigen van investeerders, deze investeerders, heb je de zoektocht gepitcht of heb je een product gepitcht? Ja, dat is ook goed om te vertellen. Ik heb eigenlijk meer de zoektocht gepitcht dan het product zelf. Toen ik begon met pitchen, toen was het idee heel simpel. Toen was het eigenlijk, je kan podcasts met elkaar creëren en de content van de audio, die komt pas beschikbaar als iedereen iets heeft toegevoegd. En dat was een soort van het model waar ik van dacht, oké, dat is heel interessant, want dan krijg je eerlijke berichten. Er zit een soort van afwachtingsfactor in. Ik dacht, dat zou een nieuw model in sociaal consumer kunnen zijn, potentieel. Nou, dat hebben we toen gebouwd, dat hebben we toen getest, maar dat werkte eigenlijk voor geen meter. En ik denk voor het simpele feit dat audio en spraak, weet je, het is communicatie en het gaat heen en weer en het zigzagt en het branched off. En dat is iets wat je niet kan doen als de audio pas beschikbaar komt als iedereen iets gezegd heeft. Dus mijn pitch was meer de zoektocht naar wat voor constraints en wat voor beperkingen kan je introduceren op audio, waardoor nieuw audio spraakgedrag zich kan groeien. En op dit moment zijn dat dus allemaal verschillende hoeken. En dat is ook waarom ik niet zo goed kan zeggen van wat is precies de tipje van de sluier. Omdat ik het zelf ook nog niet 100% weet. Maar ik weet wel dat we stapje bij stapje dichterbij komen. En hopelijk iets kunnen maken wat werkt. Maar ja, de kans is ook heel groot dat we iets maken wat niemand wil hebben en wat helemaal niet gebruikt wordt. En dan is het jammer. Hey, ik vind het fascinerend wat je vertelt. Denk jij, had je een zoektocht ook in Nederland succesvol kunnen pitchen? Nee. Met ophalen van geld?
Nee, ik denk het niet. Ik denk niet. Ik denk ook dat het heeft natuurlijk ontzettend te maken met de cultuur rondom kapitaal, hoe het geïnvesteerd wordt, maar ook met de cultuur hier. En ik denk al helemaal dat zeker dit onderwerp een heel interessant onderwerp is vanwege COVID-19. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik nu, als ik nu dezelfde pitch zou gedaan hebben, zou ik het niet opgehaald kunnen hebben. Dus ik denk dat het echt net op tijd was in oktober. Maar terug naar je vraag wat betreft Nederland. Toen ik afgestudeerd was, en met het idee bezig was en over na te denken was, een beetje aan het designen en een beetje aan het prototypen was, toen ben ik al naar investeerders toegegaan hier. En heb ik hen een beetje laten zien en op een soort van informele manier laten zien van, hey, dit is waar ik naartoe wil, dit is waar ik over na zit te denken, dit is een beetje de North Star waar ik hopelijk een toekomst zie die ik wil bouwen. Maar toen lukte het eigenlijk helemaal voor geen meter, ook omdat ik het voor mezelf nog niet helemaal duidelijk had. Maar ook omdat de space rondom spraak en audio nog niet warm genoeg was. Dus toen ben ik naar Nederland gegaan om het verder uit te denken. Even met mijn familie te zijn na het afstuderen. En zo enzovoort. En toen heb ik ook met Nederlandse investeerders gepraat. En het model van geld ophalen om een soort van zoektocht te financieren naar een potentieel billion-dollar company, Dat is te risicovol, denk ik, voor veel mensen. En dat is ook wat dit gebied uniek maakt. Omdat dat wel is wat gebeurd is met Instagram en met Twitch en met Twitter. Weet je, dat zijn allemaal bedrijven die, als je terugkijkt en de verhalen luistert, dan klinkt het als, oké, ze hadden iets wat helemaal klopte en er is geld in gestopt en ze zijn gaan groeien. Maar als je naar de boeken leest en de podcast luistert en de verhalen ook van die mensen zelf hoort, of van de investeerders die de eerste 100.000 erin gestopt hebben, dan hoor je eigenlijk dat het heel vaak meer een zoektocht was en een gok op de ondernemers dan het eigenlijk was op het originele idee en de originele North Star. Er zit nog een elementje aan de Midas, want normaal gesproken, je hoort dan altijd, je investeert eigenlijk in de ondernemer of in het team. Ja. Jij bent dit eigenlijk ook anders gaan doen, want je hebt helemaal geen team. Je hebt gewoon iemand die last ik in de FD en die huur je gewoon in. En die in Duitsland voor je zit te klussen. Ja, nee, dat is ook inderdaad waar. Ja, het is, ik had, terwijl ik op Stanford zat, was ik aan een muziekapp bezig. Het heet WeFM, kon je tegelijk naar dezelfde muziek luisteren. Ja. En dat was een super cool idee. We hebben echt super veel lol gehad om aan die app te bouwen. Met z'n drieën deden we dat. En dat ging ook best wel goed op Stanford, hadden het gelanceerd. En we hadden een paar duizend gebruikers die ze nu al best wel vaak terugkwamen. En nog steeds eigenlijk vandaag de dag. Maar ik merkte ook dat als je met veel mensen op een vroeg stadium samenwerkt, dan moet het team echt zo in parallel zijn, denk ik. En ook op dezelfde page zijn wat betreft de rode draad waar je naartoe wil gaan. Dat als je iets gaat maken wat meer een zoektocht is en nog niet heel defined is, dan zul je heel snel zien dat je makkelijker uit elkaar gaat, denk ik. En ik denk dat dat de zoektocht zelf en de verschillende iteraties van het product heel erg kan verlangzamen. En dat heeft niet zoveel te maken met wie je samenwerkt, maar ik denk gewoon met samenwerking in dat stadium op zichzelf. Dat ik dacht, ik ga iets meer risico op mijn eigen schouders nemen op het vroege stadium. Alleen werken, weet je waar ik nu ben. En dat zal misschien zo nu dan een beetje saai zijn. En wat ingewikkelder. Maar daardoor kan ik wel sneller door al die verschillende ideeën doorgaan. En sneller het product verbeteren. Tot nu toe is dat best wel. Voelt het eigenlijk best wel goed. En de investeerders die zijn ook best wel blij met dat model. Omdat het voor hen eigenlijk ook best wel risico was. Van we investeren op één iemand persoonlijk. Weet je, dat deden ze niet vaak. De enige keer dat ze dat gedaan hadden was met Instagram. Hadden ze op de solo founder geïnvesteerd, die vervolgens later de technische founder erbij had gehaald. Dus het is niet heel normaal, maar ik denk wel dat het een model is wat je vaker zal zien. Ook omdat veel engineering en veel techniek talent, weet je, acht jaar geleden, toen ik 15 was, toen was de App Store nog super nieuw. Toen was iOS development super nieuw. Toen was zelf apps maken in denk echt nog best wel nieuw. En was de programmeur als zijnde persoon ook nog best wel nieuw en veel toegankelijker dan het ooit geweest was. En ik denk dat dat op dit moment ook iets meer commoditized aan het worden is. En dat je zal zien dat mensen meer gebruik zullen maken van freelancers en van dat soort opportunities.
om sneller tot een bepaalde product market fit te komen. Maar wat ik nou ook wel interessant vind, Midas, is dan heb je zo'n idee, hè? Dat doe je op tijdens je studie of in gesprekken. En dan op een gegeven moment denk je van, hey, ik geloof hierin. En dan denk je, oké, hoe ga ik hier geld voor ophalen? Hoe kom je dan tot het idee om te zeggen, nou, ik wil gewoon 1 miljoen. Om echt serieus 2 jaar hieraan te gaan sleutelen. Want je zou ook kunnen zeggen, ik zoek een angel. En ik wil $75.000 om mijn idee te valideren. Je gaat onderzoek doen en je vraagt eens, weet ik hoeveel mensen, of ze dit zouden gaan gebruiken. Nee, jij gaat voor groot. Hoe heb je dat gedaan? En welke keuze ligt eraan ten grondslag? Ja, nou, ik denk toen ik in de zomer, nu zie ik alleen mezelf. Hoort ja, dat is ook heel goed. Het gaat om jou. Ik ben de regisseur, ja. Dus ik bepaal wanneer jij alleen jezelf ziet. Nou, nu bijvoorbeeld. Specifiek was het eigenlijk in de zomer. Toen zat ik best wel vast. Want ik eigenlijk dacht van, oké, wat ga ik nou nu eigenlijk doen? Ik ben nu afgestudeerd van Stanford. Dat is helemaal geweldig natuurlijk. En geweldige tijd. Maar al mijn vrienden die zitten bij Facebook, Google en Apple. Zitten ze lekker, zijn ze goed bezig. Dan had jij ook kunnen gaan werken, hè? Of niet? Ja, had ik ook kunnen doen. Maar deep down voelde dat niet helemaal goed. Nou, anyways, dus zij zat allemaal daar. Ik zat in mijn eentje. Ik zat eigenlijk van, ja, shit, weet je, wat moet ik nu eigenlijk doen? Ik zat te wachten op een visum die nog binnen moest komen. Dus ik kon ook eigenlijk niet zoveel. Dus ik was gewoon bezig met dit idee, ook om de tijd een beetje te killen. En het verder uit te werken. En op een gegeven moment vond ik een blog online van Jordan Cooper, heet hij. En hij heeft nu op dit moment zelf een fonds, een Series A fonds. Had hij toen er tijd nog niet, daar was hij mee bezig. Maar hij schreef op zijn blog over AirPods als de next platform. En toen ik dat las, dacht ik van shit, ik denk er eigenlijk echt op precies dezelfde manier over. En op dat moment in de zomer was ik nog niet bezig met geld ophalen, nadenken over een bedrijf van maken of er echt serieus mee bezig. Ik was eigenlijk bezig om dat visum binnen te hebben en terug naar Europa te kunnen gaan ook. Maar toen ik met hem op een gegeven moment in contact kwam, gingen we een beetje heen en weer e-mailen, zaten een beetje te bellen. En toen werd het steeds concreter. Toen kwamen we eigenlijk best wel met met bepaalde hypotheses en assumpties waar we van dachten, dit zou wel eens waar kunnen zijn. Hoe kunnen we dit testen? Dus toen ben ik verder met hem gaan praten en een beetje zitten skypen en zoomen, om maar zo te zeggen. En toen zei hij op een gegeven moment, van, ja, weet je, wat ga je eigenlijk naar je studie doen? Waarom ga je hier niet fulltime aan zitten werken? Toen zei ik, ja, heb ik op zich wel over na zitten te denken, maar weet je, ik ben 22, solo founder. Ik heb een visum, weet je, ik weet niet of ik nu op de juiste spot ben om het echt meteen te gaan doen. Maar nonetheless klinkt het super exciting en zou ik het heel graag willen doen. Maar ik weet niet zo goed, weet je, wat precies de next steps zijn. Toen zei hij, weet je, je kan in principe een pre-seed, zoals ze dat dan nu noemen, ophalen. Ja. En eigenlijk pitchen op het idee van een studio, voor die zoektocht, zomaar te zeggen. En dat heeft hij toen, daar heeft hij me ook wel in gementord en in geholpen. Weet je, hoe je die pitches moet doen, hoe je dat dan moet opzetten, hoe je je pitches ook in je agenda zet. Weet je, dat je bepaalde pitches waar je eigenlijk niet zo heel veel om geeft, eerder doet. En dan op een later stadium een meer belangrijkere doet. Dat je dat die eerste term sheet heel belangrijk is. En dat je die vervolgens weer kan gebruiken om oudere gesprekken weer naar voren te halen. En het proces sneller te laten gaan. Dus zo ben ik er eigenlijk, zonder er echt heel concreet een beslissing van gemaakt te hebben, ben ik er een beetje ingerold. En vanuit een financieel perspectief dacht ik initieel, ik haal $150.000 op. En dat zou genoeg moeten zijn om tot een punt te komen waar ik kan zeggen, deze hypotheses die ik heb, deze assumpties waar ik over nadenk, die zijn waar en dit idee kan kloppen en kan werken, om dan meer geld op te halen en het serieuzer te doen. Maar terwijl ik aan het pitchen was, toen had ik die eerste gesprekken die misschien iets minder belangrijker waren. En toen werd al heel snel gezegd, hoorde ik heel veel van mensen, dat ze zeiden van, waarom haal je maar zo weinig op, weet je, om maar heel simpel te zeggen, weet je, hoe serieus neem je dit, als je maar zoveel vraagt. Toen is het bedrag eigenlijk, met gesprekken en met gesprek, is het meer geworden, langzamerhand. Dus het was niet een financiële projectie waar ik van dacht, ik heb precies,
weet je, 925.025 25 cent nodig om alle hypothesen te testen. Maar het is eigenlijk door de pitches heen is het wat meer geworden. Omdat mensen zeiden, ja, weet je, als je serieus het wil zoeken, dan moet je een runway van een paar jaar hebben. Ik pak even een vraagje van Johan Schaap, die meekijkt. En die zegt van ja, ik neem aan dat hij ook denkt van ik weet het nog niet. Maar hoe ga je straks je geld verdienen met dit idee? Heb je daar al een idee over je businessmodel? Of is dat echt ook onderzoeker de komende tijd? Nee, daar heb ik eigenlijk echt helemaal geen idee over. En dat is ook om heel eerlijk te zijn, in elke pitch die ik gedaan had, of ze nou ja zeiden of nee zeiden, is dat geen enkele gevraagd. Dus dat is wel... Echt niet? Laat ook wel eens zien hoe anders... Vind ik wel, is dat nou heel Amerikaans? Dat gewoon niemand vraagt hoe je je geld gaat verdienen? Nee, ik denk dat het te maken heeft met de investeerderscultuur hier en de bubbels en soort van de trends van de afgelopen tijd. Ik denk, in 2011, 2012 waren sociale apps en social consumers, zoals dat we noemen, die waren echt... Weet je, dat was popping. Weet je, je had YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Die kwamen allemaal bang, bang, bang. Eigenlijk in best wel een korte periode na elkaar werden die populair. Dus dat was een beetje de tijd van social consumer. Waar het investeerdersklimaat op reageerde met een soort van spray and pray mentaliteit. Zoals ze dat hier nog steeds noemen. Dus dat is alles eigenlijk, laten we gewoon 250.000 checks sprayen op elk, of niet op elk, maar op de meeste high probability social consumer. Ja, dat was als een van de 20 het wordt, dan is het goed, weet je? Ja, dan is het een miljardenbedrijf en dan is het een Snapchat. En dan is ons hele fonds, kunnen we teruggeven met een heel goede return. Nou ja, die mentaliteit, die is op een gegeven moment, in de afgelopen 10 jaar zag je veel meer enterprise companies, Slack, Zoom, eigenlijk meer software as a service opkomen, waarin het businessmodel natuurlijk veel meer centraal stond. Weet je, hoe komen er profitability? Hoeveel clients kan je dus signen? Weet je, bla. En ik merk dat, dat je nu eigenlijk ziet in de afgelopen half jaar dat die spray and pray mentaliteit en social consumer eigenlijk best wel wat aan het groeien is. En dat er dus eigenlijk niet zoveel meer naar het businessmodel gevraagd wordt. En ook omdat ze zich realiseren dat we weer in een sociale consumer wave terecht aan het komen zijn. Dat ze zich niet zoveel zorgen maken. Dat is eigenlijk denk ik, weet je, als je de engagement hebt en iets kan maken wat mensen elke dag willen gebruiken, en iets kan maken wat makkelijk te groeien is, dan vinden we daar wel een model voor. Ja, toch even, Midas, help ons even begrijpen hoe dat werkt in de hoofden van die investeerders. Want ik zie, jij vergelijkt je, of niet jezelf, maar je vergeleek het net met Snap ten opzichte van bijvoorbeeld WhatsApp, noem maar op. Ja. Wat je natuurlijk ook ziet, is dat al die grote platformen met die miljarden op de bank, natuurlijk direct elke concurrent, alles wat succesvol is, namaken, ook in hun app integreren. Ja. Instagram heeft zo'n beetje alles wat Snap ook heeft. Ja. Hoe zie jij de toekomst van zo'n app van jou? Is de strategie dan dat je denkt van, nou ja, ik ontwikkel een paar dingen en ik hoop dat ik overgenomen word door een van de grote jongens? Of denk je echt met ze te gaan concurreren? Nou, ik hoop natuurlijk echt met ze te gaan concurreren. Dat zou geweldig zijn. Maar de kans, weet je, ik werk dag in dag uit, doe ik echt mijn 100% best om alles eraan te doen wat ik kan om het tot zo'n punt proberen te brengen. Maar ja, weet je, I don't know. Weet je, of het maakt het ook niet uit. Ja. Weet je, het enige wat ik weet is dat ik mijn best kan doen. En dat ik mijn best doe om er zoiets van te proberen te maken. En op dit stadium zijn de enige beslissingen die ik rondom dat onderwerp, of de enige beslissingen die ik kan maken om te optimizen voor dat succes, is om het zo anders mogelijk te doen en dingen te ontwerpen en product experiences te bouwen die niet makkelijk zomaar in het bestaande framework van Instagram te kopiëren zijn. Of niet zomaar in het bestaande framework van Snap of WhatsApp te kopiëren zijn. Dus dat is veel meer een gok op het product design op dit stadium dan het is een worry voor later, om het zo maar te zeggen. Dus dat is het enige wat nu in mijn control is, denk ik, om daar zeker van te zijn, of het nou een succes wordt of niet. Maar dat is een beetje de barrière die ik er probeer voor te zetten.
Midas, we zouden nog heel lang met je kunnen doorpraten hierover. Maar we doen altijd een half uurtje. Dus ik wil nog even heel kort met je hebben over... Jij bent, toen je bij ons zat, had je al als doel al in Amerika te gaan studeren. Dat ben je gaan doen. Voor wie daar ook over nadenkt, of dat een goede stap of richting voor hem of haar is. Wat heeft het studeren in Amerika jou gebracht? Nou, ik denk dat voor mij lag het heel erg in de studie specifiek. Omdat ik natuurlijk vroeg bezig was met iPhone-apps maken en design. Dat ik dacht van, oké, ik wil op een academische manier daar dieper op ingaan. Weet je, als ik ga studeren, dan wil ik dat wat ik leuk vind, academisch voor 4 jaar, 100% full gas op focussen. Om het vervolgens, weet je, school voor altijd weer te verlaten en niet meer over na te denken. Dus voor mij heeft het gewoon een enorme kennis aan academische skills gebracht. Weet je, of het nou wiskunde is, of het nou product design is, wat het ook is. Het heeft me gewoon heel analytisch gemaakt. Op een manier dat ik dat nooit, denk ik, op een andere manier gekregen zou hebben. Maar Amerika generally en de experience van, weet je, een Amerikaanse universiteit en hier in Silicon Valley te zijn voor een hele lange periode, heeft vooral netwerk en mentaliteit gebracht. Meer om het maar zo simpel te zeggen. En welke mentaliteit is dat? Het is mentaliteit van groot durven te denken en vooral om heel hard te werken. Weet je, het is best wel een work hard, play hard mentaliteit. En ik denk dat dat goed is, maar ook slecht kan zijn. Maar dat heeft mij wel zo ver gebracht dat ik een vriendengroep heb van vrienden die het ook leuk vinden om biertje te drinken. Maar het ook heel belangrijk vinden om 6 dagen lang echt keihard te werken en dag in dag uit hun best te doen. En dat zijn wel waarden, denk ik, die natuurlijk glorified kunnen worden en die goed kunnen zijn en waar tegenop wordt gekeken. Maar ik denk dat deep down het ook waarden zijn waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Dit is allemaal heel rationeel en pragmatisch. Als je gewoon even puur naar de emotie kijkt. Als je het overnieuw zou moeten doen, zou je het weer doen zo? Ja, 100% precies zo. Stanford? Ja. En als iemand vragen heeft over Stanford of de toelating of wat dan ook. Ik help je meer dan graag. Nou, nog uit persoonlijk interesse, want mijn dochter gaat volgend jaar in Berkeley studeren. Oh, geweldig. Ja, hoe heb jij een visum gekregen na je studie? Want dat is nog niet zo makkelijk. Ja, dat is eigenlijk, zit ik nu middenin. Het is op het studentenvisum, de F1, krijg je 5 jaar. Die wordt gegeven voor 5 jaar, voor Nederlanders. En wat onafhankelijk van welke studie je doet, krijg je een jaar om te werken, te wonen, op de bank te zitten, wat je ook wil doen in Amerika. En dan kan je Amerika in en uit, een jaar na je studie. Dat heet OPT, Optional Practical Training. En als je een engineering degree hebt gedaan, als je een engineering degree hebt gedaan, dan krijg je daar nog 2 jaar bovenop. Dus dan krijg je 3 jaar totaal om in Amerika te wonen en te werken. Maar vaak zie je dat internationale studenten die hier willen blijven, die gaan voor een O1 visum of een E1 of E2. En dat zijn, het zijn weer andere structuren die niks met je studie te maken hebben. Ja, jij hebt er wel voor gekozen om na je undergraduate nu echt te gaan ondernemen in Amerika. Ja. Je zou ook door kunnen studeren en een master gaan doen. Ja. Ja, ik heb wel. Ik zat. Stanford is nu helemaal online dit kwartaal. En mijn kamergenoot die zit nu zijn laatste jaar op Stanford. En ik zat met hem. Of toen ik zijn lessen startte. Toen. Op een vak wat ik ook gedaan had. Toen dacht ik op een gegeven moment wel van: fuck, dat is wel leuk. Het was wel leuk altijd, die vak. Weet je wel? En die lessen en het materiaal. Dus er kriebelt wel iets dat ik denk van, weet je, als ik op een gegeven moment tot het punt ben dat ik niet zo excited ben om te ondernemen, of I don't know wat er gebeurt, en het logisch is voor mij om meer te leren, dan zou ik dat misschien wel doen. Maar voor nu zie ik dat niet als een potentiële toekomst. En Midas, ontzettend bedankt. Leuk je weer gesproken te hebben. En laten we de volgende keer niet zo lang laten duren als deze, wat is het, bijna acht jaar. Mooi verhaal van je, inspirerend verhaal. Heel veel succes hiermee en we spreken elkaar hopelijk snel weer. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor het bier. PQR voor de hosting van de website Freedom Lab voor de gastvrijheid als ze buiten coronatijden zijn.
En wie mis ik dan nog? Mis ik nog iemand? Ja, Jetstream voor de livestream. Ja, die gebruiken we nu ook niet. Dus we zijn nu steeds wel... We blijven trouw. We blijven iedereen bedanken die we nu niet gebruiken. Tot de volgende keer. Kijk je nu live, blijf dan kijken. Of dan zie je zo direct via Twitter of via Facebook... dat er een nieuw interview begint. Wordt ook heel erg leuk. Tot ziens.